Welkom bij de zomertour van Omroep Zeeland. Vandaag uit het historische Zierikzee. En ik ben hier met Sam uit Zierikzee, hè? Ja, klopt. Ja, en jij hebt de hele fanclub meegebracht. Ja, die wilde heel graag met me mee, dus ik dacht, ja, waarom ook niet. Ja, Sam, geboren en getogen hier? Ja, zeker. Ja? En ik weet al wat jij wil worden. Ja. Want we hebben jou al eens bij Omroep Zeeland gezien, hè? Ja, klopt. Ik wil verslaggever laten worden. Dus de studie journalistiek. En daarna dus ook mijn beroep ervan gaan maken. Oké, en waar zit je nu ergens in dat plan? Ik zit nu in HAVO4. Volgend jaar doe ik examen en dan wil ik naar de Hogeschool Ede. Oké. En als je daarvoor geslaagd bent, wil je dan verslaggever worden op het nieuws of bij de sport? Of wil je meer de amusementkant op? Toch wel het nieuws en misschien later ook de amusementkant op. Maar beginnen met het nieuws. Oké. En waarom die keuze? Ja, ik vind nieuws gewoon heel interessant, ja. Politiek ook vooral. En kom jij dan vanuit Ede terug naar Zeeland? Dat is wel mijn plan. Uiteindelijk misschien bij Omroep Zeeland terecht te komen. Nou, we gaan eens kijken hoe het met jouw kennis van Zeeland is. Want dat is dan wel belangrijk. Zeker. Natuurlijk. Je krijgt zometeen het memory-spel. Daar ben je wel goed in? Redelijk. Ik heb het vroeger wel vaak gedaan. Dus. Ja, heb je broers en zussen? Ja, één broer. Eén broer. En wie wint er dan? Ja, meestal hij toch wel. Meestal hij? Is die ouder? Ja. Oh ja, dan ligt het misschien daaraan. Ja, die is 4 jaar te ouder. Ja. Dus kun je een beetje tegen je verlies? Op zich wel, dus dat scheelt alweer. Goed, nou, hier heb je niet echt een tegenstander. Ja, dat ben je zelf. Dus je krijgt zo meteen 20 seconden de tijd om de plaatjes te bekijken. En daarna draaien we de bordjes terug. Dan is het de bedoeling dat jij de goede combinaties eruit vist. Ja. Nou, voor elke goede krijg je 10 punten. Heb je een fout, dan gaan er 5 punten af. Maar als je het goed hebt, dan krijg je daarna een Zeeuwse vraag in die categorie. Oké. En daar kun je 40 punten mee halen. Dat is meer keuze. Dus als je het niet precies weet, dan kun je altijd nog even gokken, hè? Ja, zenuwen? Een beetje, maar... Een beetje. Even ademhalen. Ja. Gewoon rustig worden. En dan gaat je tijd nu in. Dus veel succes. Je ziet de categorie. Let niet alleen op de bordjes die vlak bij elkaar zijn, maar ook bij degene die wat verder uit elkaar liggen. En dan is de tijd om. En dan mag jij meteen de eerste om gaan draaien. 2 en 11. 2 en 11. 2 Zeeuwse boerinnen en de eerste 10 punten zijn binnen. En die fanclub die ligt te slapen, geloof ik. Ja, ze zijn een beetje stil. Wat ligt er in de Oosterschelde voor de kust van Zierikzee? Is dat A, gedumpte munitie van de Tweede Wereldoorlog? Is dat een wrak van een VOC-schip? Of is dat de grootste mosselbank? Dan ga ik voor A. Je gaat voor A. Ja. En je bent heel zeker, hè? En het is goed. 40 punten erbij. Nou, dan zit je al op 50. Dan ga ik voor 6 en 7. 6 en 7. Een sportvraag. Hoe heet de Zeeuwse zaalvoetbalclub die in de eredivisie speelt? Is dat A, de Groene Ster? Is dat B, de Zeeuwse Ster? Of is het groen-wit? Mijn gevoel zegt B. Dus, je gevoel zegt B. Nou, dan is je gevoel een beetje in de war. Want het is de Groene Ster. Nou goed, je kunt in de herkansing. Dan ga ik voor 14 en 16. 14 en 16. 2 keer de landkaart. Dat is categorie aardrijkskunde. Waar ligt het Mollekot? En ik zie jou denken, het Mollekot? Dat zegt me niet. Ligt dat A bij IJsendijken? Ligt dat bij Leeuwendorp? Of ligt dat bij Wemeldingen? Het is een klein buurtschapje. Ik ga voor C. Wemeldingen? Nee, je zit op het verkeerde eiland. Het ligt bij IJsendijken. Vlak op de grens met België. Dan ga ik voor 9 en 15. 9 en 15? 9 en 15? Zeg nog maar een keer. Nee, ik ga voor 9 en 15. En dat is goed. En het vraagteken staat voor algemeen. Hoe heet het Zeeuwse Tweede Kamerlid van de PVV? Is dat A, Peter van Dijk? Is dat B, Patrick van der Hoef? Of is dat C, Rob Goossens?
Volg je de politiek een beetje? Beetje, maar ja, niet... Maar net niet helemaal. Ik ga voor B. En dat is goed. En we horen weer wat gejuich. 40 punten erbij. Vanaf nu wordt het wel een beetje lastiger. 12. Boek. En 17. En nog een boek. 10 punten weer. Kunst en cultuur. Op welk eiland is stro een jaarlijks terugkerende traditie? Is dat A op Schouwen-Duiveland? Of is dat op Walcheren? Of is dat op allebei? Ik heb het op ons eiland zelf nog nooit gezien, dus ik ga voor B. Sam, toch? Natuurlijk, het is dus alleen maar op Schouwen-Duiveland. Oh ja. Alle kustplaatsen, om de beurt. Nou, dan had ik die toch fout, helaas. Dat ga je nooit meer vergeten. Nee, nu ga ik het niet meer vergeten. We gaan terug naar het bord. Ik ga voor nummer 3. 3. En voor nummer 13. En dat zijn dansende mensen. Categorie amusement. Welke landelijk bekende rapper is geboren in Poortvliet? Is dat A, Snelle? Is dat Lil Kleine? Of is dat Willy Wartaal? Ja. Ik ga voor... Lastig, hè? Hij is landelijk bekend. Ja? Ik ga voor C. En dat is goed. Willy Wartaal. 180 punten ondertussen. Vanaf nu wordt het wel een beetje moeilijk. Ja, maar je hebt er niet zo heel veel meer over, hè? Ik ga voor 4. Ja? En 8. Ah. Voor 5. En 10. Nou, dan ga ik voor 8. En 18. En 18. Ja, de koekenpan voor culinair. Waar bewaren traditionele oesterkwekers de opgeviste oesters? Is dat op de dijk? Is dat in een oesterput? Of is dat in een sloot? Volgens mij is dat B. In een oesterput. Ja. En dat is goed. Je kunt in Ierseke gaan kijken, hè. Kun je rondleiding doen. Nou, daar heb ik er niet zoveel meer over. 1. Het kan nog misgaan op de valreep. En 5. Maar het gaat goed. Zeeuwse dialecten. Wat betekent aardig? Is dat raar? Is dat aardig? Of is dat gehoorig? Mijn gevoel is B, maar ik ga toch voor C. En je had voor A moeten gaan. Oh, allebei dus niet. Ja. Nou, dan blijven er 2 over. 4 en 10. 4 en 10, die zullen wel goed zijn, hè? Ja. 10 punten erbij. Welke bijzondere meeuw kun je soms bij Westkapelle zien? Is dat A, de kleine burgemeester? Of heet dat beestje de kleine minister? Of heet hij de kleine prinsmeeuw? Ik kom zelf niet heel veel bij Westkapelle, maar C lijkt me te voor de hand liggen. Dat vind je mooi klinken? Ja, vind ik mooi klinken. Nee, het is de kleine burgemeester. Ah, maar al met al heb jij toch 245 punten. Zwaai even naar je fanclub. 245 punten, tevreden? Ja hoor, zeker. Nou, alleen die paar die je nu gemist hebt, die moet je wel in je oren knopen, hè? Voor later, hè? Voor als je op sollicitatiegesprek gaat bij Omroep Zeeland. Dat moet ik toch wel weten. Heel veel succes. Nou, dit was de zomertour. Ik hoop dat je het leuk vond. En graag tot de volgende. En Sam, ik heb voor jou nog iets. Ja, ga je wel eens naar het strand? Jazeker, het zonnetje gaat weer schijnen. Dus, En je hebt nu gewoon vakantie.